De Vereniging van Oostenrijkse Spelers viert dit jaar haar 50 jaar jubileum. Wat betekent 50 jaar Vos? We vroegen het aan de voorzitter Twan van der Klundert. 50 jaar spelen wil toch zeggen dat het een club is die bewijst dat er in Oostenrijk nog steeds vraag is naar toneel in het openlucht. In die 50 jaar zijn er natuurlijk wel wat veranderingen. We kleuren mee zeg maar, met de wens van de mensen. En dat betekent dat er iets meer muziektheater bij is gekomen in feite. En natuurlijk dit jaar een groot feest, 50 jaar. Ik heb ook begrepen dat het allemaal avondvoorstellingen zijn. Ja, het is natuurlijk, als je de meeste mensen kennen de Lion King wel. En als je naar de Lion King gaat kijken, dan weet men dat er bijvoorbeeld een olifantenkerkhof in zit. En bij een olifantenkerkhof, dan moet je een grauwe speelvloer kunnen maken. En op het moment dat wij hier de zon hoog boven ons hebben staan en alles kleurt felgroen op, dan hebben wij niet de sfeer die we willen hebben. Het moet echt een beetje duister zijn. De techniek vraagt erom heel veel met zijbelichting en achterbelichting. Dus heel veel schaduwval. In de techniek geeft dat een bepaald smaakje. En daarmee gaan we een hele mysterieuze... Maar ook dat zul je zien. Er komen heel veel special effects in. We gaan een heel mysterieuze voorstelling maken. En we hebben net nog even zitten tellen en we komen dik over de 100 mensen die dit jaar meewerken aan de productie. Een van die medewerkers is decorbouwer Joost Schilders. Hoe kwam jij bij de Vos? Ik ben in 1989 begonnen ben ik eigenlijk bijgehaald door Dries Verkuik en Rien Schilders om mee te helpen. En dat is toen goed bevallen. Ik heb toen ook gezegd van mocht je volgend jaar mij nog nodig hebben voor het een of ander, dan hoor ik het wel. Nou, dat was inderdaad het geval. En al die tijd ben ik er, vanaf die periode ben ik er gewoon bijgebleven eigenlijk. Tot de dag van vandaag, ja. Ja. Dan niet alleen, maar je hebt ook meegespeeld, hè? Ik heb inderdaad ook meegespeeld in stukken van Anita Uiterhaag. Met name Blok Zekker, dat heb ik toen met mijn neef gedaan. Heel plezierig stuk, heel veel gelachen. Maar daarnaast inderdaad ook altijd nog decor gebouwd. Dus begin de eerste stukken gespeeld en ook decor gebouwd. En een van de hoogtepunten is natuurlijk ongetwijfeld Miserabele geweest. Omdat daar die hele barricade naar voren kwam, hè? Ja. Dat is toch een hele klus geweest, hè? Dat was een gigantische klus. Toen moesten er inderdaad de koorstukken opzij schuiven. Omdat de volgende scène, die speelde zich dan af in die barricade die opgeworpen werd. En dat was altijd heel spannend, want er was niet zoveel speling in de koorstukken. Dus dat was altijd heel erg spannend. En voor de eerste keer bij de Vos, regisseur Dennis Spanjers. Het is niet de eerste keer dat ik voor theater wat geregisseerd heb, maar wel voor zo'n openluchttheater. Ik ben gewend om meestal dingen binnen te maken. Dus dit is wel een leuke uitdaging. Het is ook wel weer nieuw. Het is natuurlijk wat groter en open en het geluid gaat alle kanten uit. Qua spel heeft het wel wat dingen in zich die anders zijn dan ik gewend ben. Maar ik heb wel al wat dingetjes gemaakt. Dus het is niet voor de eerste keer dat ik wat maak, gelukkig. Nee, dat is duidelijk. Die indruk hadden we al. Maar het is wel zo, The Lion King is natuurlijk niet niks. Het is een stevige klus, om het zo maar even te zeggen. Ja, het is een pittige klus. Het is best wel pittige muziek. En het is best een lang verhaal met allerlei verschillende personages. En ja, wat ik zelf in The Lion King heel leuk vind en wat ook gelijk de uitdaging is dat natuurlijk mensen zijn die dieren spelen. Of die in principe straks dieren moeten zijn. Dus je moet dat wel qua spel, moeten ze dat kunnen. En daar zijn we hard aan het werk, dat het ook echt dieren gaan zijn. Maar wie maakt de maskers? We hebben de maskers gemaakt die mensen op het hoofd hebben. Maar hoeveel tijd ben je daarmee kwijt geweest met die maskers? Alleen die maskers maken? Ik heb het niet bijgehouden, maar als ik zeg 150 uur, dan denk ik niet dat ik overdrijf. Ja. En die worden ook nog geschilderd? Die worden door Artje Smaas geschilderd. Die zien er allemaal heel leuk uit, vind ik. Absoluut de moeite waard. Al 11 jaar doet Saskia Zandkuil de griem voor de Vos. De eerste keer was her. Toen heb ik mee gegrimeerd en een beetje meegeholpen met de kleding. Nog niet onder mijn eigen verantwoording van anderen, maar toen was ik er al wel bij. En wat was je moeilijkste klus in al die jaren? Eigenlijk was de allermoeilijkste klus vorig jaar. Dat was tijdens de fakes.
Toen kregen we op de dag van de première te horen dat alle spelers na een kwartier omgegrimeerd moesten worden en een pruik opgezet moesten krijgen. Daar hadden we totaal niet op gerekend, dus niet kunnen voorbereiden. En dat is even heel erg moeilijk geweest om dat toch voor elkaar te krijgen, dat iedereen wel weer goed het podium op gaat. Hoe groot is je aandeel, en dan noem ik de kleuren van de kostuums, om dat allemaal goed te krijgen met de grim? Ik heb zelf de kostuums meegemaakt en de stoffen mee uitgezocht samen met een aantal spelers. En het voordeel daarvan is dat je zowel vanaf het begin af aan zie je die kleuren en zie je die stoffen. En dan gaat meteen in je hoofd gaat het ook allemaal een beetje leven qua grim. En heb jij daar voldoende mensen voor in je dreamteam zitten om dat geregeld te krijgen? Ik heb inderdaad in mijn dreamteam, wat ook echt een dreamteam is, mensen die er gewoon echt staan. We zijn met z'n 11 en per avond zijn we denk ik met 6 of 7 mensen daarmee bezig. We waren bij de doorlooprepetitie van de Vos, maar er viel tijdens de repetitie ook wel eens een buitje. En dan was het even verzamelen in de cast. Angelie Rozen doet voor de Vos de choreografie. Wanneer is dat begonnen? De eerste keer is al lang geleden bij de productie 'T is weer kermis. Dat was de eerste keer dat ze wilden gaan dansen. En toen heb ik met hele enthousiaste mensen rock'n'roll pasjes geleerd. En daar bleef het eigenlijk ook wel bij. En later is het echt meer het musical gebeuren dat opgepakt is. Don Quixote was de volgende productie waar ik echt veel werk gedaan heb. En Les Misérables. En toen ben ik eigenlijk weer afgehaakt. En nu bij deze productie begon het weer te kriebelen. Hoe bepaal je het soort dans in een productie? Ik luister naar de muziek. Ik kijk natuurlijk naar de scène waar het in zit. Welke momenten belangrijk zijn. Waar de aandacht naar de dans mag gaan en waar niet. Dus het is echt wel een combinatie van heel veel facetten. En natuurlijk ook de capaciteiten van de mensen. Maar ik heb ook gezien dat er veel kinderen bij zijn. Hoe gaat dat met kinderen? Lukt dat ook allemaal wel? Ja, lukt heel goed. De groep kinderen is heel enthousiast en ik vind ze heel gedisciplineerd, moeilijk woord. Maar kinderen onthouden goed. Dus je hoeft ze eigenlijk maar 1-2 keer iets uit te leggen en ze zijn helemaal bij. En hoe gaat het met de regisseur en de kinderen? Dat lukt best goed. Het is heel leuk om te zien dat de kinderen zich steeds vrijer en veiliger voelen. In het begin waren ze heel braaf en heel rustig en deden ze keurig netjes wat de bedoeling was. Nu doen ze nog steeds prima wat de bedoeling is. En ze zijn ook nog steeds netjes, maar niet altijd even braaf. Ze gaan ook wel praten en de eerste keer in het theater moest ik ze echt even bij elkaar roepen van we gaan hier aan een stuk werken en we gaan hier niet buiten spelen. Maar het is vanuit enthousiasme en ik snap dat ook wel. Als je hier voor het eerst, de volwassenen, die lopen hier ook als jonge hondjes rond te rennen. Dus, Of ben je vol vertrouwen dat het allemaal goed komt? Ik ben op de eerste plaats vol vertrouwen. Ja, volgens mij lopen we prima op schema. En is de voorzitter het daarmee eens? Het gaat stormlopen. Ik denk en ik hoop eigenlijk dat we met het bezoekersaantal de 2003 Les Misérables voorstelling gaan overstijgen. De Vos is met ruim 100 medewerkers met de Lion King een gigantische productie aangegaan. Laten we hopen dat de wens van de voorzitter met telkens een vol natuurtheater in vervulling zal gaan.